Barbara Müller komt met een nieuw initiatief om de levens van ongewenste baby's te redden. Een centrum waar vrouwen anoniem kunnen bevallen. Ze opende al het babyhuis in Dordrecht, een opvangplek voor pasgeboren kinderen van moeders die de zorg even niet alleen aan kunnen. En ze kwam met vondelingenkamers, ruimtes waar baby's veilig achtergelaten kunnen worden. Papendrecht had de eerste. Maar volgens Barbara Müller is er meer nodig. Dat is inderdaad nog niet voldoende, omdat een moeder die haar kind achterlaat of dat op straat is in een container, 4 tot 6 dode baby's die jaarlijks worden gevonden in ons land en 1 tot 2 levende vondelingen, dat zijn vrouwen die alleen bevallen. Een totale eenzaamheid die hun zwangerschap in de meeste gevallen 9 maanden hebben verhuld. Er moet voor hun een uitweg zijn. En dus heeft Müller een team van verpleegkundigen, artsen en kraamhulpen om haar heen verzameld. En ze kijkt hoe dit werkt in Duitsland, waar anoniem bevallen al langer mogelijk is. In Duitsland zijn 600 moeders hebben zich aangemeld voor anoniem bevallen. En dat zijn allemaal moeders die zo in paniek waren, hun zwangerschap verhuld hebben en zelf vermoeden dat ze het kind wat aan hadden gedaan of op een onveilige plek hadden gelegd, omdat ze echt wisten dat ze niet voor dit kind konden of wilden zorgen. Wat het werk van Barbara Müller in Nederland lastig maakt, is dat het te vondeling leggen van een baby strafbaar is. Bij wet is bepaald dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn ouders zijn. En dat recht ontnemen mag niet. Die wet moet aangepast worden. Wat heb je eraan als kind te weten waar je vandaan komt als je niet meer leeft? En soms is het echt zo zwart-wit. Leven of dood. En dan kiezen wij voor het leven. De hoop is dat het Centrum voor Beschermd Bevallen gedoogd wordt, net als de vondelingenkamers. Het moet volgend jaar de deuren openen. En waar, daar doet Müller nog geen uitspraken over.